dus toen schreef ik op 3 toneelscholen en dat werd dus niks. Ik verborg mijn ambities weer. Ik dacht, ik moet gewoon normaal doen. Iedereen wil vliegtuigpiloot worden. Voor de regie bestond niet. Geen idee, heb ik nooit er 1 seconde over nagedacht. Totdat ik op mijn 27e onvrijwillig op straat kwam te staan. En toen zag ik ineens DDV-regie. Dat is misschien wel aardig. Moet ik mijn wens voor Johan uitspreken? Oh, daar moet ik even over nadenken. Rust en het volgen van zijn innerlijke noodzaak. Nou, dat hij de verhalen kan vertellen die hij wil vertellen. Ontzettend veel inspiratie. En misschien ga je die wel in Kreta vinden. En dat hij de fantasie die hij heeft onbelemmerd naar buiten kan brengen. En dat het hem ook, nou, niet makkelijker, maar dat het hem prettiger afgaat. Veel vrijheid in te doen wat hij wil. Als het zo moet zijn dat hij voor het commerciële theater moet gaan werken, dan wens ik hem die vrijheid nog meer. We hadden het net over dat best een andere wereld is. En daar, ik hoop dat hij daar net zo goed in kan floreren. Lekker doorgaat met wat hij altijd aan het doen is geweest. Met evenveel plezier als hij het bij ons heeft kunnen doen. De Nederlandse samenleving wil u daarvoor bedanken. En het is mij daarom een grote eer en een grote blijdschap ook om u te mogen zeggen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u, Johannes Theodorus Doesburg. U bent te snel. Vanwege uw belangrijke en bijzondere verdiensten als regisseur te benoemen tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij zal, en ik hoop dat hij dat ook blijft doen, vernieuwend toneel blijven neerzetten, nieuwe dingen blijven doen en inderdaad zijn publiek ook blijven schokken. Want dat is wat kunst ook moet doen. Ja, ik denk wel dat toneel een vrijplaats moet zijn om alles te kunnen zeggen. Of het dan provocatief is of kwetsend. Dat gebeurt bij cabaret, gebeurt dat standaard. Bij toneel moet dat, hoeft het niet iedere dag, maar het is een plek waar dat kan, waar gesprekken kunnen plaatsvinden. Emoties gereguleerd of discussies kunnen plaatsvinden naar aanleiding van een stuk. Dat ik hier ben omdat ik Johan een ongelooflijk moedig mens vind. Ik heb verschillende interviews natuurlijk gelezen. Van, nou, dan op een gegeven moment is het klaar en dan moet je een besluit nemen en dan moet je een avontuur gaan beleven. Nou, hij maakt zich daar best een beetje zorgen over, hè, tussen de regels door. En ik heb hem nog even gesproken een tijd terug. Zei, nou, het is toch wel spannend, want nou ja, ja, ongewis. Maar dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik wil zeggen. Dat die moed, die wordt altijd beloond. Dat staat vast. En ik verheug me op die beloning. Alleen, ja, hoe die eruit gaat zien. Ja, natuurlijk is het een nieuw begin voor Johan. Maar ik vind het erg jammer dat hij weggaat, want we hadden al hele leuke gesprekken samen. En dat ga ik wel missen, denk ik. Dat hij eerst eventjes de nationale toneeljas uitdoet. Een tijdje zonder jas rondloopt. En ik weet zeker dat hij daarna een heleboel leuke nieuwe jassen zal vinden. Ik wens hem dus heel veel nieuwe opdrachten toe. Maar ik ben er overtuigd dat hij die ook gaat krijgen. Ik ken Johan als iemand die eigenlijk zijn hele leven lang al doet waar hij zin in heeft. En daar ook gelukkig mee is. En ik denk dat hij dat vooral moet blijven doen. Dus ik hoop hem gewoon een tweede prachtige carrière. Wat wens ik Johan toe? Heel veel samenwerking met mij. Nee, ik heb het gevoel, de laatste dingen die wij samen hebben gedaan, dat hij meer en meer zijn eigen heeft gevonden in wat hij wil vertellen en hoe hij het wil vertellen. Jezelf echt opnieuw uitvinden en opnieuw herdefiniëren. Dat kost even tijd en rust om daarachter te komen wat je werkelijk wil. Want voor je het weet, ja, is het over en heb je altijd maar 1 ding gedaan. Maar misschien is het wel projectie. Ik wens hem in ieder geval de vrijheid die hij nu krijgt. Ik weet zelf dat mij enorm veel gebracht heeft. Ik wist dat nu dat hij wegging en toen zei hij tegen mij, Nettie, ik ga weg, maar we gaan zeker in de toekomst hele geile dingen doen. Gewoon zichzelf blijven, zich nergens aan storen.
zich niet bekommeren om wie het productie uitbrengt, of het succes moet hebben of waar het gaat. Met zichzelf blijven en brutaal blijven. Wil je nog meer weten? Ik denk dat Johan een hele goede filmregisseur zou kunnen zijn. Wat ik ook hoop, want dat denk ik al een aantal jaren. Volgens mij kan Johan ongelooflijk goed een grote opera regisseren. Johan, films. Hij moet ook bedenken, er zijn maar weinig regisseurs die zo lang op dezelfde plek hebben gezeten. En zoveel mooie dingen, mooie prijzen. En er komt gewoon nog veel meer. Ik wens je nog steeds heel veel goeds.